In de lagere school lezen ze heel veel. Het eerste en het tweede middelbaar ook nog. En dan verdwijnt het. En ik vroeg mij ook af van, hoe kan ik hen weer laten lezen? Sinds enkele jaren heb ik een projectje. Het heet het leesfeestje. De leerlingen komen de klas binnen en dan beginnen ze te lezen. Het is tamelijk realistisch. Ja. Hou je daarvan? Ja. Ja. Ik probeer hen ook een beetje te verwennen door chocomelk of aardbeienmelk te voorzien. De drank en de koeken maken deel uit van een feestje. En het is een leesfeestje, dus er hoort iets bij. De leerlingen beginnen te lezen en er zijn eigenlijk maar twee basisregels. Je zorgt dat je traag leest en je zorgt dat je alle woorden begrijpt. Dat betekent nog nooit gezien. De leerlingen mogen lezen wat ze willen, behalve dat het literatuur moet zijn. Een graphic novel is ook literatuur, dus dat mag perfect. Het leukste aan een uurtje slow reading is eigenlijk wel dat ze genoten hebben van het lezen. En voor mij is dat dan al meer dan genoeg.